op een andere manier de rijkwijde weer krijgt die het hele project tot nu toe heeft gekregen. Dat hoor ik graag. Nou ja, ik zit even nu te denken wat er nog een toekomst voor. Wil je zit toch te bedenken dat je iets wil zeggen? En ik heb inderdaad een goede beschrijving gehoord, in ieder geval hoe het gelopen is. En daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. En ja, wat mij nog rest is heel erg veel dank uitspreken naar gewoon iedereen die bij het project betrokken is geweest. Het is zo dat die versie de grote de reuze s'nachts op een gegeven moment wakker lagen om te denken hoe kunnen we Pierre helpen om dit project toch een bepaalde schaal te krijgen. Mijn doel was dat ze inderdaad overal ter wereld zouden verschijnen. Dat dus iedereen die confrontatie met een blauwe helm zou kunnen krijgen. Om die schaal te bereiken, in ieder geval wakker liggen heeft ertoe geleid van de grote wedstrijd Livertje om te zeggen van nou misschien moeten we met Today's Art gaan praten. Het staan aan deze kant wat in ieder geval. Zij waren dol enthousiast en hebben inderdaad het mogelijk gemaakt dat het uitgegroeid is tot 15.000 stuks, wat heel erg tof is. En website gemaakt door Rolo P, beter bekend van Playlistify, Shout It Out Loud, doe het allemaal op. Hij heeft gewoon heel veel kundig heeft die website gemaakt, waardoor het ook mogelijk is je eigen foto te uploaden. Het enthousiasme van mensen, ik weet dat voor de mensen thuis rechts van mij, links, hele enthousiaste mensen staan die heel veel foto's geüpload hebben. Waar ook heel veel dank voor en natuurlijk alle mensen die geschilderd hebben in eerste instantie. En ik hoop dat mensen tevreden zijn met het resultaat en hun naam terugvinden in een mooi boekje. En het boekje aanschaffen natuurlijk. Ja. Voor 16,50 euro, dus ik word er ook niet rijk van. Ja, bedankt iedereen voor het komen ook, sowieso heel erg leuk. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Zijn er ook 50.000 boekjes? Nog niet, maar het zijn er 1000. Het is rijk natuurlijk. Het zijn 1000 boekjes. Dus het is helemaal niet erg als je er 2 of 3 meeneemt. Dat is ook een cadeauprijs eigenlijk.